Bienvenidos al canal. Si yo mag vlogs. Wat gaan betekenen? Ik doe dus een tekenvideo vandaag. Wat gaan betekenen? We gaan emojis tekenen. We tekenen deze emoji en deze emoji. Wat heb je nodig? Potlood. Een gom. Slijper. Ik kies deze. En een blad. We gaan eerst deze tekenen. Dus eerst deze. Waar ik deze hebben eerst tekenen. Hoe teken je dat? Teken eerst twee rechte dingen. Tipje. Je mag een lat gebruiken. Voor deze ogen. Voor deze rechte streepjes ga ik een lat gebruiken. Dat mag maximaal 5 centimeter zijn. Doe dat 5 centimeter. Mijn andere is zo 5 centimeter. Tip, laat een beetje plaats over. Dus ik heb nu al de twee. Allee, ik ga er een keer over gaan. Ik ga er een keer over gaan, zodat ik weet dat dat juist is. Dichter. Zo, zie. Ah. En ik maak dat wat dikker zodat jullie dat goed kunnen zien. En daarna kleur ik dat. Gewoon wat in. Een kleur wat rood. Alleen maar dit. Stap 1. Nu heb ik dit deel al getekend. De twee rechte lijnen. Nu komt stap 2. We tekenen een mondje. Je moet eens naar je mondje kijken hoe dat jouw mond eruit ziet. En ik teken gewoon een mond. Gewoon zo. Koek. Dus nu tekenen we dit. Dus. De mond. Dus dat is gewoon verkeerde blad. Zo eentje. Gewoon zo. Als jullie willen, mogen jullie altijd zo doen. Hè? Dus zo. Dus je hebt je dingen. Dus je hebt je smiley. En als je dan een mond hebt, mocht je altijd zo doen, hè? Allee, misschien zien jullie het niet. Kijk, dit. Je mag altijd dat toemaken, hè? Maar ik doe dat nu niet. Omdat ik dat anders niet mooi vind. Dit is al mijn smiley. Even kunnen het met het hartjes over. Hoe teken je het? Hier komt stap 1. Weet je? Ik heb een tip. Ik teken het alle twee op hetzelfde blad, want anders heb je veel te veel blaadjes nodig. Hier komt stap 1. Ik teken een twee hartjes. Ik weet, dat mag groot zijn. Jullie mogen kiezen hoeveel dat is. Ik vind tekenvideo's leuk. Zo. Ja. Ik heb de twee hartjes getekend. Nu teken ik stap 2. Nu teken ik het gewoon het mondje zoals bij het vorige. Toets. Voilà. Zie. Ik ben klaar met de emojis. Jullie kunnen altijd zo een tongetje tekenen. Maar dat doe ik. Ik weet niet als ik dat ga tekenen. Ik ga het misschien wel bij deze zien. Bij deze. Ik ga er een tongetje bij tekenen. Voilà. Vinden jullie mijn emojis mooi? Doe dan zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En vergeet niet op het belletje te drukken. Op het abonneerbelletje. Dat staat bij de abonneerknop. Bah.
Zet in de reacties ook als je mijn emoji mooi vindt. En zet ook in de reactie als je emoji goed gelukt is. Doe dat zeker. En doe zeker en alvast een like. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken, mensen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En ik hoop dat, ik de 5 duimpjes kan halen, alsjeblieft. Dus hopelijk kan ik dat. Want ik verveel me door. En nu heb ik al mijn 11e vlog gemaakt. Ja, net 11e vlog. Soms maak ik, als ik bijvoorbeeld een keer een zaterdag of een zondag of een woensdag is, dan maak ik zeker 3 video's. Dus tada! Abonneer zeker op het abonneerknopje. En doe een duimpje omhoog. En schakel het belletje in. Dat staat bij het abonneerknopje. En zet een reactie als mijn emoji mooi is. Of als de emoji. En zet in de reactie als jouw emoji goed gelukt is. En zet in de reactie als je mijn emoji ook mooi vindt. Als jullie dit willen, heb het gewoon. Dit is gewoon de emoji. Ik heb eigenlijk al mijn home gebruikt. Stiekem! Je kan erop schrijven altijd voor wie dat dan is. Ik ga erop schrijven voor wie. Spannend! Voor. Jullie moeten dat niet per se doen, hè? Maar ik doe dat gewoon. Ik kan er altijd schrijven voor, bijvoorbeeld. Voor Luna. Ik heb het nu voor Luna gemaakt. Dat een vriendin is van mij. die maakt niet. Ha! En abonneer zeker ook op haar kanaal. De zotte Nona. Ze heeft een foto van haar hondje Chopin. En abonneer ook op mijn kanaal. Dus vergeet niet op het abonneerknopje te duwen. Op het duimpje te drukken naar omhoog. Op het belletje te drukken bij het abonneerknopje. En schrijf een reactie als mijn emoji mooi is. Of als het bij jou goed gelukt is. Dus like zeker. Abonneer op haar kanaal alsjeblieft. Doei. Ik ga misschien vandaag nog 1 video maken, ik weet het niet. Dus, doei!